De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid die heeft onlangs deze beestjes, de gele meelworm, goedgekeurd voor menselijke consumptie. En dat betekent dat we deze beestjes dus kunnen eten. André, je eet toch geen levende dieren op? Dat is inderdaad wel gek gevonden. Goed, want dit eet je natuurlijk niet zo. Nee. Doorslikken. Vertel, blij mee dat dit goedgekeurd is, neem ik aan. Jazeker. Een hele goede stap in de goede richting. Ja, precies. En hoe zit het dan eigenlijk met die meelworm? Want deze, dit is de laatste fase hier. Zo gaan ze naar de verwerkers. Ja, ja. Deze moeten eigenlijk nog gezeefd worden. Je ziet nog wat resten. En dan gaan ze richting de verwerking. Het begint met de tor. Ja, want dit is eigenlijk gewoon de larve van deze tor. Ja, dit zijn eitjes. Waarschijnlijk zie je helemaal nog niet iets bewegen. Nee. 9 weken lang doen de wormen zich vervolgens te goed aan meel en wortel, totdat ze verwerkt kunnen worden in onze voeding. Dat gebeurt onder andere bij Distribux in IJsselmuiden. Nou, die meelwormen die kan je dus eten, maar dan liever natuurlijk wel bewerkt. Ger, wat nou, ja. Nou ja, kijk, je ziet het. We zijn ze nu in worstjes aan het verwerken. Hier zit 25% meelworm in. Want is het dan ook lekker? Nou, dat moet je maar even proeven dan. Dat is gewoon een heerlijk worstje. Wat heb je nog meer? Ik ben los voor de proeverij. Loop maar even mee. Nou, een mooi voorbeeld is pasta. Hier kun je heerlijke gerechten mee maken en dan dit gebruiken in plaats van traditionele pasta. Dit is het droge worst bijvoorbeeld, of energierepen. Belangrijk voor mensen om iets te eten is ten eerste dat het lekker is. Dat het daarnaast gezond is en duurzaam, dat is minder belangrijk. Dat het lekker is en betaalbaar. En ja. Dat is wat wij hier doen. Ja. Lijkt een beetje reclame zo, maar proeft inderdaad als een sausijzenbroodje. Kijk, nou dat is ook de bedoeling. Als dit nou nu echt, dat je zegt van nou, meelworm smaak of iets dergelijks zou hebben. Ja, niet. Dat doen we gewoon niet. Nee. Meelwormen die dus door mensen gegeten mogen worden, hoe belangrijk is dat? Dat is erg belangrijk. Naast de bestaande productie van voedselbronnen zoals vlees of soja, kan insect ongelooflijk goed voldoen in het kader van de groei van de wereldbevolking. Ja, en kan het ons gewoon voorzien van een hele rijke voedingsbron. En we zullen met elkaar moeten gaan nadenken over een duurzame vorm van voedselproductie. En daar past insect naadloos in. Nou, alle producten bestaan uiteindelijk uit een deel insecten. En een van de belangrijkste producten is insectenpoeder. Dit drogen we, vermalen we en dan maken we een prachtig neutraal product van. Ja. Wat dus onze klanten weer in hun eigen recepturen toe kunnen passen. Een van de producten waar we dat in hebben toegepast is de friet. Oh, echt? Het is een soort rasperpat, hè, zo moet je dat maar zien. En hier zit dan ook 25% insectenmeel in. In dit geval meelwormen. En dat kun je heerlijk bakken. Gaan we maar even doen, hè? Mag je ook proeven zo. André, een volledige maaltijd, een lekkere snack op basis van meelwormen. Eet smakelijk, zou ik zeggen. Het ziet er goed uit, hè. Een patatje. Hij beweegt niet. Jongens. Nou, daar komt-ie. De meelwormburger. Voor welke uitdaging waar we dan voor staan, is dit zo'n belangrijk omslagpunt eigenlijk? Nou, wat nog een hele belangrijke uitdaging is dat zijn wij in Europa mentaal in staat om dit te eten. Kijk, we eten over het algemeen producten waarvan we niet weten wat erin zit, maar we eten het gewoon omdat er een leuk stickertje op zit. Ik weet dat als we hier producten maken wat we veelvuldig doen, dan zie je het niet. Mensen eten het gewoon en ze achteraf vertelt dat ze het gegeten hebben. Dan vinden ze het wel lekker, maar toch angstaanjagend. En inmiddels is 30-40% van de westerse wereld is mentaal in staat om het te eten. Nou, kijk, ik heb een mooi plankje. Dus even kijken of de mensen er klaar voor zijn. Ik ben benieuwd naar hoe het smaakt.
Schrik er niet van. Nee toch? Ja. Goeie smaak? Ja, maar je gaat mij straks wat vertellen, ben ik bang. Dan zie je waar het van gemaakt is. Oh, wat grappig. Ja, ik snap dat mensen daar wel even van schrikken. Wat leuk. En jullie schrikken toch niet? Hè? Nee. Prima? Ja, lekker. Wil je even proeven wat je hiervan vindt? Ja. Nou, wil je even deze deksel optillen? Hier is het van. Nee, nee. Hij is een bikkel, hè? Tegenwoordig is het goedgekeurd om te gebruiken in voeding. Ja, maar geen pilden. Is gewoon lekker. Ja, toch? Ja. Dus jouw reactie? Is gewoon lekker. Nou. Ik vind dat het vaker gedaan moet worden. Waar het van gemaakt is. Vind je het dan vies? Jij als slager zijnde hebt een goed oordeel daarvan. Groenteachtige smaak komt bij mij boven. Okay. Wortel. Nou, ze worden wel gevoed door wortel. Meelwormen. Ja. Special, lekker. Ja? Ja. Nee. Maar we denken insecten als de toekomst? Zolang de mensen het niet weten, heb je meer kans. Als dat ze het wel weten. Nou, het is wel duidelijk. De meningen die zijn verdeeld. Maar het valt me eigenlijk mee. Hoi, wil je nog wat lekkers proberen?